Ja, het is mooi dat het bij zo'n wedstrijd gebeurt. De sfeer op Athena is top. Heel veel oranje fans, iedereen aan het gillen, dus dat is mooi. Het is gewoon een bijzondere prijs en een enorme eer. Ik kreeg heel veel leuke reacties. Uiteraard van iedereen hier in Nederland, maar ook van een aantal buitenlandse concurrenten, zoals de Argentijnse keepster, Australische keepster. Dus dat is heel gaaf. Ja, het is heel tof om hem ook te ontvangen met het team achter je, want ik heb hem natuurlijk ook aan hun te danken. Dus ja, heel gaaf om hem hier te krijgen. Ik denk dat hij thuis op een plank ergens... Dat klinkt een beetje slecht, hè? Ik heb in de eetkamer een paar planken en ik denk dat ik hem daar bovenop zet. Het is een mooie eer om zo'n prijs te ontvangen. En allebei verdiend. Neem niks weg van de andere speelsters in ons team. Maar Liedewij heeft een fantastisch jaar gehad en Joyce ook. En ik denk dat ze allebei terecht de prijs hebben ontvangen. Het levert wat druk, want dan mensen verwachten dat je altijd de beste bent. Maar gelukkig hebben we daar best wel veel contact met elkaar over, om hoe ga je ermee om. Ik heb alle vertrouwen dat deze dames daar goed mee omgaan. Wat ik heel belangrijk vind om te zeggen is dat ik natuurlijk nooit had kunnen doen zonder mijn teamgenoten en mijn trainers. En het neemt niet weg dat ik nog steeds keihard werk om beter te worden, want ik kan nog steeds heel veel leren.